Kuik wacht nog een maand op uitnodiging NDP, anders kiest hij andere partij. De Surinaamse ondernemer Samuel Slimme Kuik, die in maart besloot om de Nationale Democratische Partij in Suriname, de NDP, te ondersteunen, stelt dat hij nog steeds wacht om toegelaten te worden tot de Paarse partij Het ligt aan de NDP om mij toe te laten tot de partij. En als dat is geschied. Kan ik mijn schouders in het werk zetten voor de NDP? Ik denk dat ik het nog een maandje geef. En als ik niets hoor van de NDP, ga ik een besluit nemen om een andere grote partij te ondersteunen. Aldus Keuk in een interview op Cultuur TV. De ondernemer voerde aan dat NDP-voorzitter Jenny Simons genoeg oren rond haar heen heeft om deze ultimatum van hem te horen. Dus hij hoopt. Dat de politica en een beweging vanuit haar kant zal laten zien. Hij is in ieder geval blij met het voorzitterschap van Simons en geeft haar de volle ondersteuning. Kijk benadrukt dat indien hij de NDP verruilt voor een andere grote partij, het dan in ieder geval geen VHP of ABOP zullen zijn. Een mogelijke optie is dan wel de NPS. NPS verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs, maar zo slecht hebben zij het ook niet gedaan. Maar voor nu geef ik de voorkeur aan de NDP. En als de NPS zegt nee, dan heb ik dan genoeg, nog genoeg te doen om de gemeenschap te dienen, al dus de ondernemer.